Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan ook even bij ons aan. En laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen stoute kinderen bij. Kom dan ook even bij. Je paardje maar buiten staan. Zo. En deze is ook weer klaar. En nu pak ik groen papier. Ja. Hey, meisjespiet. Hoe staat het ervoor? Lachpiet. Ja, het gaat eigenlijk supergoed. Alleen, het is wel heel veel. Ja. Ik hoop dat we samen met alle pieten alles op tijd hebben ingepakt. Hé, hey, maar anders kom ik je toch eventjes helpen nu, meisje Piet? Oh, nou. Maar dat doe ik alleen wel de roze, want die vind ik leuk. Is goed. Ja. Deze. Ja, roze. Deze. Oh, schat, die is leuk. Die is echt heel lief. Hé, hey, Love Piet. Ja? Ik vind het eigenlijk best wel spannend. Weet je, over 2 dagen vertrekken we al naar Nederland en Vlaanderen. Oh, meisje, ik vind het zelf ook echt heel erg spannend. Maar ik heb er zoveel zin in dat al die kindjes daar zullen staan en dat we handjes kunnen geven. Oh. En dit jaar nemen natuurlijk onze grote nieuwe hits mee en dan gaan ze die allemaal meezingen. Dat wordt gezellig. Ja, wordt heel cool. Nee, maar over hits gesproken. Ja? Waar is Party Piet Pablo eigenlijk? Wauw, dit klinkt fantastisch! Dit ga ik meteen aan Love Piet en Meisjes Piet laten horen, ja! Nou, kids, moet je kijken? Hier pakken wij met alle cadeautjes in. Moet je kijken wat hier ligt? Wat een te gekke cadeau en zoveel! En dan kan je echt superleuke, coole dingen mee doen, hè? Want je kan het zo om je pols doen en misschien kan je er weer zo eentje in je haar klikken. Kijk, oh, wat mooi! Oh, gaaf! Oh. Die wil ik ook! Hey, ja, maar nee, meisje Piet, die zijn voor de kinderen. Oh ja. Dus kom weer terug, pak ik zo even. Hé, hey, maar Love Piet. Ja? Waarom film jij alles? Nou, dat doe ik, zodat de kinderen thuis kunnen volgen wat wij hier in Spanje aan het doen zijn. Dat zet ik dan op mijn YouTube kanaal neer. Kijk, zeg maar ooit tegen kind. Hallo! En dan kunnen ze dan thuis helemaal volgen. Wat gaaf! Cool, hè? Love Piet, meisjes Piet. Hij is af! Hey Pablo! Hey Pablo! Hallo! Wat is af? De hit! Welke hit? De Sinterklaashit van dit jaar. Waar alle kinderen in Nederland en in Vlaanderen op gaan dansen. Bij scholen, bij intochten, bij feesten, noem maar op. De hit is af! Wow, wat gaaf Pablo! Ja. En het leuke is dus, dit jaar zit er dus geen dansinstructie bij. Dat is gewoon niet nodig dit jaar. Wat? Geen dansinstructies? Hè? Nee. Maar Pablo, we hebben elk jaar dansinstructies. Luister, ja. Als je dit liedje hoort dit jaar, de hit, dan weet je precies wat je moet gaan doen, wat je moet gaan dansen. En dan kun je gewoon lekker heel erg mee gaan doen en dan weet je alles. Hoe gaaf! Ja, zullen we gaan dansen? Ja, ja. Luister maar even. Komt-ie aan, hè? Klaarstaan. Okay, kids. Zijn we er klaar voor? Dit is de Pieter Megadans. Hop, gelet. Ga klaarstaan. Benen wijd. Voeten naar buiten. Dit is al een beetje een maffe houding, maar dat past wel bij de Piet en Megadans. We gaan dansen! Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde nog een keer. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in een ronde. Hop, gelet! Voor Sinterklaas van Joeri. Nou, Joeri. Dan gaan we eens even zien wat jij te schrijven hebt, hè? Lieve Sinterklaas, ik heb enorm veel zin om jou en mijn favoriete Pieter Partypiet Pablo, Love Piet, en Meisjes Piet weer te zien. Ik ben dit jaar heel braaf geweest, dus hopelijk krijg ik ook pepernoten en cadeautjes in mijn schoen. Tot snel, groetjes Joeri. Nou,
Een leuke brief. Nou, dan gaan we eens even een brief terugschrijven. Hè? Eens even kijken. Hè? Ja. Oh, goed. Nou, Juri, jij krijgt zeker wat cadeautjes en pepernoten, hoor. Dag, Juri. Jij bent inderdaad erg lief geweest dit jaar. En borst naar voren. Abramo. Maak een mijter. Een gekke bek. Nu hard gillen. Wow, wat kunnen jullie hard gillen, zeg? De Pieter Megadans. Dans, dans, dans op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde nog een keer. Dan. Dat was Juri, hè? Oh, volgende. Even kijken wie mij nu weer heeft geschreven. Beste Sinterklaas, mijn naam is meneer Van Driel en ik ben enorm gek op de pepernoten die jullie elk jaar weer in onze schoenen doen. Ik ben enorm benieuwd naar iets. Kunt u mij vertellen hoe u en uw Pieter weten welke schoentjes op welke dag gevuld moeten worden? Want jullie vergeten nooit iemand. Ik hoop dat ik antwoord krijg op mijn brief. Groeten meneer Van Driel. Punt. Nou, eens even kijken zeg. Daar gaan we een mooie nieuwe brief naartoe schrijven natuurlijk. Beste meneer Van Driel. Wat een bijzondere vraag stelt u eigenlijk. Wij weten inderdaad precies naar wie wij toe moeten en op welke dag. Dit komt door onze schoentjesplanning. En die schoentjesplanning staat in mijn grote boek. Zo weten we precies waar en bij wie en wanneer we moeten zijn. Ik hoop dat ik zo goed antwoord heb gegeven op deze vraag. Met vriendelijke groet vanuit Spanje, Sinterklaas. Aha. Dat gaat dus zo. Hij kijkt dus in het grote boek en weet dan precies welke schoentjes er gevuld moeten worden. Vandaar dat ik elke avond geen lekkere pepernoten krijg. Wacht eens even. Ik heb een idee. Als ik nu eens het boek van Sinterklaas steel. Ja, dan weet ik precies welke schoentjes er welke avond gevuld gaan worden. Want dat zien zij allemaal in het grote boek van Sinterklaas. Maar hoe kom ik nou die huizen binnen om mijn schoentje daar weg te zetten en de schoentjes van de kinderen daar weg te pakken, zodat ik die pepernoten krijg? Eens even nadenken. Ik weet het al. Ik moet net als de Pieten door de schoorsteen. Want als ik door de schoorsteen heen kan, dan kan ik mijn schoentje daar wegzetten, die kinderschoentjes weghalen. En dan worden mijn schoentjes gevuld met die lekkere pepernoten. Wat heb ik toch weer een briljant idee. Wow, hij is supergoed. Hallo, hij is echt super gaaf geworden. Dankjewel, dankjewel. Ik weet zeker dat alle kinderen hier helemaal los op zullen gaan. Ja, ja, ja. Zeker weten. Hey, maar love, Piet. Ja?
Heb jij alles klaar voor de reis van overmorgen? Ja. Nou, meisjes Piet, ik heb dus speciaal een echte checklist gemaakt. Een checklist? Ja, wat slimlof. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. Maar goed, hier staat dus alles op wat we nog moeten doen en wat er al gedaan is. Zal ik even kijken wat we nog moeten doen? Ja. De cadeautjes moeten nog ingepakt worden. Ja, ja, ja. De meid van Sinterklaas moet ook gecheckt worden. De staf Sinterklaas moet gepoetst worden. Zodat hij weer klimt. Mm-hmm. Het grote boek moet mee, dan moet even de naam ingecheckt worden. En de lijstjes van de avonden en wanneer de schoentjes gevuld moeten worden. Ja, dan moeten de pepernoten nog gebakken worden. En die moeten ook nog ingeladen worden in de boot. Ja. En dan moeten we nog liedjes zien gezongen, Pablo. Hoe staat het daarmee? Jouw hit. Ik moet nog een paar dingen inspelen, Loffiet. Dan is de hit klaar, oké? Okay? Ja. Nog een paar dingetjes. Okay. Ja? Nou, ik ga nu even naar mijn studio. Succes, top. Ja, dankjewel. Krijg jij een nieuwe hit? Ja, meisjes Piet. Ik heb dus een nieuwe hit geschreven. Speciaal voor Sinterklaas. Oh, wat gaaf. Ik denk dat Sinterklaas dat super leuk vindt. Oh, ik hoop het ook zo erg. Hé, maar we moeten nog heel veel doen. Als jij even de pakjes verder inpakt, dan doe ik even de checklist verder met de mijter, de staf en het boek. Ja, het boek moet er dus ook mee. Dus het belangrijk dat de naam dus allemaal goed inzetten. Is goed. Neem die checklist maar eventjes mee anders. Ja? Ja? Stift, kan je checken? Ik doe de doos en dan zie ik je straks. Oké. Ja? Succes, okay. Succes! Doei! De mijter, staf. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe leer ik nou om net als de pieten, om op de daken te klimmen en door de schoorsteen heen te kruipen? Wacht eens even. Ik weet het al. Om een echte piet te worden, moet ik op een pietentraining gaan. En dan krijg ik een pietendiploma. En dan hoor ik er helemaal bij. Als piet. En als ik erbij hoor, dan mag ik mee de daken opklimmen. En dan kan ik de schoentjes verwisselen met mijn schoentjes. En dan krijg ik elke avond lekker een pepernoten. Ik ga Sinterklaas een brief schrijven, zodat ik op pietentraining kan gaan. En word ik een echte piet. Hey Sinterklaas. Hey meisje Piet. Sorry dat ik u stoor. Vindt u het goed dat ik even hier alles op orde zet voordat we vertrekken naar Nederland en Vlaanderen? Oh, ja, tuurlijk. Wat heb je bij je? Ja, ik heb wat punten op mijn checklist. De mijter, de staf, het boek. Oh, nee, dat is helemaal goed hoor. Okay. Ja, ik heb vanmorgen een appeltje geplukt. Ga ik lekker aan een merigo geven. Oké. Okay. Huh? Dag hoor. Dag. Sinterklaas, je beste vriend, vult je schoen omdat jij het verdient. Elke dag staat hij voor je klaar, jaar op jaar. Ga snel slapen en droom zacht, de Sint en Pieter komen langs deze nacht. Wees gerust, want je hebt het verdiend. Slaap maar lekker, grote vriend. Morgen staat de Sint weer voor je klaar. Eerst gaat hij de daken op. Hij zal je niet vergeten, geloof het maar. De Sint voor iedereen. Tja, deze brief is klaar. Ik kan naar Sinterklaas. Kaasgraaf, is alles klaar voor het mega Sint-spektakel? Jazeker, mevrouw Suikerspin. Wat bent u aan het doen? Niks. Ik zie dat u iets aan het doen bent. Huh? Oh, dit! Nou, ik ben mijn schoen aan het poetsen voor Sinterklaas, hè? Ja, hij moet er natuurlijk wel perfect uitzien als ze hem gaan vullen. Dat is waar, maar meneer Kaasgraaf, er moet nog heel veel gebeuren voor dat mega Sint-spektakel. Want het is al bijna 25 en 26 november. Oh, net als vorig jaar. Ik heb er zo zin in. Met Sinterklaas, Party Piet Pablo, Love Piet, Meisjes Piet. Och, het wordt vast heel erg leuk. Maar er moet nog wel veel gebeuren. Oh, ja, nou, dan ga ik direct aan de slag. Want ik moet de stoel van Sinterklaas nog goed poetsen, hè? Anders krijgt hij last van zijn luchtwegen van de stof. Nou, oké, ik ga de popcornbakjes tellen. Heel goed. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat zijn ze allemaal. Sinterklaas, bent u klaar voor de grote reis naar Nederland en Vlaanderen? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, hoor. Zeg, hoe laat vertrekt de boot eigenlijk? Over 3 uurtjes, Sinterklaas. Oh, 3 uurtjes. Ja. Nou, helemaal goed. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Heb jij al je clips al klaar en zo?
Ik heb al mijn hits klaar en ik heb alles al geüpload naar mijn YouTube-kanaal. En we gaan lekker dansen en zingen en helemaal los gaan, Sinterklaas. Op YouTube. Ik heb er zoveel zin in. Ik vind het nu al leuk. Ja, ik ook. Ja. Sinterklaas, dat heb je bij je. Ja, ik heb hier dus een brief speciaal voor Sinterklaas. Oh, dat zat ben ik. In de brievenbus. Ja. Nou, dan ga ik die even nog lezen. Ja. Als ik tijd heb, zal ik hem ook nog even beantwoorden. Ja. En dan ga ik me daarna klaarmaken voor de grote tocht. Oké, tot zo, Sinterklaas. Dag hoor. Zo, voor Sinterklaas. Dat handschrift ken ik. Ik ben benieuwd van wie het ook alweer was. Oh ja, meneer Van Driel weer. Beste Sinterklaas, hier meneer Van Driel nog een keertje. Ik heb een rare vraag. Ik wil graag een Piet worden. En mee op de daken. O jee. Mag ik bij u op Pietencursus om te leren hoe ik door de schoorstenen kan? Daar zou u me erg blij mee maken. Groeten, meneer Van Driel. Tja, meneer Van Driel. Wat moet ik hier nou mee doen? Ja, gelukkig ben je wel een beetje laat, jongen. Oh, nou ja, goed. Partypiet Pablo! Partypiet Pablo! Ja, Sinterklaasje. Oh, je bent er al. Ja. Nou, moet je nou eens kijken wat ik voor brief weer krijg van die meneer Van Driel. Oh ja? Ja, die wil graag Piet worden en mee op de daken. Maar ja... He, we gaan over 3 uur al naar Nederland natuurlijk. Hij is wel een beetje laat, Sinterklaas. Ja, dat vond ik ook al. Maar ja, hij wil het zo graag, hè? Weet je wat? Nou. Laat hem maar komen naar het Piethuis in het land, hè? Ja. En dan gaan we hem daar een Pietencursus geven. Pietencursus? Doe ik wel even dan, hè? Ja. En dan zien we snel genoeg of het een goede Piet is. Ja. En dan kan hij misschien wel nog dit jaar mee met ons op de daak om schoentjes te vullen. Hè? Dat zou zomaar eens kunnen, toch? Dat is een heel goed idee van jou! Okay. Ja. Nou, je hebt groot gelijk. Ik ga meteen even een brief terugschrijven dat hij naar het grote Piethuis na de intocht kan komen. Heel goed. Ik ga even kijken of ik Lompiet en Meisjespiet al klaar zijn, oké? Okay? Geweldig idee. Ja hoor. Eens even kijken. Daar gaan we weer. Beste meneer Van Driel. U bent wel een beetje laat met uw vraag. De Pietencursus geven wij hier in Spanje. We maken alleen voor u graag een uitzondering. Kom de dag na de intocht naar het Grote Pietenhuis in Nederland en meld je bij Party Piet Pablo. Meisjespiet, ja? Hoeveel zijn we? Nou, we liggen helemaal op schema hoor. Ik ben bezig met de tickets voor de Mega Sin Show in te pakken voor de papa's en de mama's en de opa's, oma's en de kinderen. Dat wordt superleuk! Ja, het wordt zo'n enorm groot feest, net als vorig jaar. Vorig jaar hebben we zo'n groot feest gebouwd en dit jaar doen we gewoon nog meer theaters. Ja. Dus we gaan nog meer rondtoeren en bouwen een nog groter feest. Oh, ik heb er echt nog zoveel zin in, jongens. Ja. Ik ben trouwens nu eventjes de laatste tekst aan het schrijven voor Kus voor Sinterklaas. Ja. Want die ga ik zingen in de Mega Sin Show. Ja! Wil je het horen? Ja! Oké, komt ie, hè? Een kus voor Sinterklaas, een kus voor Sinterklaas. Echt supermooi, Lompiet. Ja, leuk hè? Meisjespiet, ja. De checklist, hoeveel zijn we? Oh, die heb ik hier. Nou, we zijn namelijk best wel ver. Eens even kijken. Cadeaus inpakken, ja? Check. Ja? Mijter, ja ook, check. Staf is gepoetst, check. Boek is mee, check. Alle liedjes zijn ingepakt. Oh, alle liedjes zijn ingezongen. Is dat zo, Pablo? Bijna. Alleen nog even kus voor Sinterklaas. Doen we voor vertrek nog even en dan zijn we klaar, oké? Okay? Bijna. Oké. Okay. En dan nog de pepernoot. Ja. Oh, nee. Nee. Wat? Nee, die ben ik vergeten. Oh, nou hebben alle kinderen geen pepernoten. Oh, nee. Rustig. Bibi erbij, mijn grote vriendin, heeft alles gebakken al. En die is nu volop door een bak om alles klaar te krijgen voor onze aankomst. Oh. En bak zij alle pepernoten? Ja, allemaal. Met een extra lekker honingsmaakje. En daardoor worden ze nog ietsje zoeter. Lekker, oh, hè? Oh, lekker. Ik ga even bellen hoe ver ze is. Ja. De telefoon? Ja. Ja. Even kijken, ja, want wel. Misschien is ze nog niet klaar. Even kijken. Ja. Hallo? Hallo, met Partypiet Pablo. Ja, hallo Bibi. Hoe ver ben je met de pepernoten?
Al heel ver? Ze is al heel, ver. Oh, gelukkig. Oh, Bo helpt haar. Bo helpt haar. Oké, Bibi, we komen er binnenkort aan. Hè? We vertrekken zo meteen. Ja. Ja, oké. Okay. Super, zien we elkaar daar. Oké. Okay. Adios. Dat was Bibi. Ja, ze is klaar, hè? Alles is weer klaar. Ze is flink het bakken nu, maar het komt allemaal goed, zegt ze. Dus pepernoten? Check. Lofiet, zullen we even inzingen? Want de kus van de Klaas moet niet worden ingezongen in mijn studio. Oh. Dan kunnen we vertrekken met de boot. Oké, ik moet nog twee zinnen, maar die schrijf ik onderweg. Ja, oké. Okay. Dag. Succes. Ja. 3, 2, 1. Kus voor zien. Ja, die daar. Ben jij klaar voor Lofiet? Ja, Pablo, helemaal. Oké, daar gaan we. Kus voor Sinterklaas. Yes. En go. Als hij lacht, lacht hij naar jou. Lacht hij naar mij. Lacht hij naar ons allemaal. Als hij schrijft, schrijft hij jouw naam. Niet van jouw bestaan. Dat is toch niet normaal. Ik wil iets doen, jij wilt iets doen. Kom, we geven hem een zoen. Voor Sinterklaas, een kus voor Sinterklaas. Zijn baard prikt in jouw gezicht, maar zijn brede lach geeft jou weer wat licht. Een kus voor Sinterklaas, een kus voor Sinterklaas. Een kus voor Sinterklaas. Wauw, die is echt fantastisch geworden, Lofiet. Ja, toch, Pablo? Ja, goed. Het is zover. We gaan vertrekken. We gaan naar de boot. Ik ga even omroepen dat we gaan. Dames en heren, jongens en meisjes, beste Pieter, beste Sinterklaas. Het is zover. We gaan vertrekken. We gaan allemaal naar de boot. Op naar Nederland en Vlaanderen. Wauw. Nee, plannetje gaat lukken. De Sint en Piet komen in het land over een paar dagen. En dan krijg ik een Pietentraining. En dan weet ik precies hoe ik op de daken moet klimmen en door de schoorsteen heen moet kruipen. En dan kan ik de schoentjes verwisselen met mijn schoentjes. En dan krijg ik altijd lekkere pepernoten. Ik kan niet wachten. Zo, alles is schoon. Oh, ik kan niet wachten totdat de Sint en de Pieten weer in het land zijn, hè? Het theater is zo schoon. Die gaan echt niet vies worden als ze onze schoentjes komen vullen. Zal ik het doen? Oh, zal ik het doen? Zal ik Party Piet Pablo bellen om te vragen hoe het met de reis gaat? Ik ga het gewoon doen. Hé, hey, hallo Party Piet Pablo. Je spreekt met de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgaaf. Ah, meneer Kaasgaaf. Wat super tof dat ik u spreek. Lang geleden. Ja, dat is inderdaad lang geleden. Maar waar ik eigenlijk voor belde, ik was benieuwd hoe het met de reis gaat. Het gaat perfect. We varen op koers en we komen gewoon op tijd aan, hoor. Dus nog eventjes geduld. Echt waar? Oh, nou, geweldig zeg. Nou, dan zien we elkaar snel. Een fijne reis, hè. Okay, tot snel. Tot snel. Oh, ik vind het zo spannend, ik kan niet wachten. Maar heb ik alles nou wel echt goed schoongemaakt? Klaas, hey. Piet. Hallo! Piet thuis. Je hebt mijn staf, dankjewel. Meisjes, Piet, al de cadeautjes die je hier ziet staan, zou jij die in kamer 48 willen neerzetten? 48. 48. Ga ik doen. Dankjewel. Ga je mee? Ja, zeker. We zijn er weer. Heerlijk, hè, in het Pietenhuis. Ha. Zo, naar mijn kantoor. Ha, daar zijn we weer. Dat is weer een jaar geleden dat ik in deze kamer was. Terug in het land, Sinterklaas. Heerlijk. Kom maar, zo, kijk. En het boek?
Ja. Oh, dankjewel. Belangrijk. Zo. Sinterklaasje? Ja? Ik heb hier iemand voor u. Oh, nou, laat maar binnenkomen. Kan. Nou. Kijk nou eens. Meneer Van Driel, wat leuk dat je er bent. Ja, dag Sinterklaas. Heeft u een fijne reis gehad? Een fijne reis? Ja, zeker heb ik een fijne reis kijk, gehad. Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Oh ja, jij kwam natuurlijk voor die pietencursus, hè? Ja. Ja. Ik ben bang dat het voor dit jaar wel een beetje te hoog gegrepen is. Maar ja, goed. Wel erg leuk dat je een Piet wil worden natuurlijk, hè? We kunnen het altijd proberen. Want wie niet waart, wie niet wint, zeg ik altijd maar. Ja. Part Piet Pablo, wil jij meneer Van Driel zijn eerste pietenles geven? Ja, top. Ja, fijn. Eens even kijken. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Ik weet het al. Een hele belangrijke taak. We gaan de pakjes inpakken. Ja, we gaan leren hoe je als een Piet een pakje inpakt. Hè? Hier zo met dat hoekje. En dan, pakjes inpakken? Zo. Maar dat kan toch niet? Ik wil leren de daken op te klimmen en door de schoorstenen te kruipen. Zeg Sinterklaas, zouden we niet met een les kunnen beginnen van op de daken klimmen en door de schoorsteen kruipen? Op de daken klimmen? Ja. Nou, dat begint pas bij les 12. Dat is een beetje te hoog gegrepen. Nee, we kunnen het beter in stapjes opbouwen. Hè? Ja. Ja, maar ik weet zeker dat ik dat kan. Je weet zeker dat je het kan? Ja. Nou ja, goed. Ach, vooruit. We kunnen het wellicht proberen. Toch, Party Piet Pablo? Laten we een basiscursus dakklimmen doen, oké? Okay? Een basiscursus. Dus een keer erop klimmen, erop springen, een keer opdrukken, een keer huppelen, een keer strooien om de schoentjes te strooien. Dat soort dingen, oké? Okay? Voor de veiligheid. Ja, kom maar even. Lijkt me een goed plan, ja. Ja. We gaan oefenen. Zet ik laatste stof? Ja, dankjewel. In de bak. Ja. Straks, hoor. Oh, ja. Go. Nou, dat gaat nou niet bepaald heel erg goed, meneer Van Driel. We gaan stoppen. Nou, ik vond eigenlijk dat het best wel goed ging. Waarom wil jij dus graag Piet worden, meneer Van Driel? Nou, het zit zo. Ik wil graag extra veel pepernoten. En daarom wil ik leren om op de daken te klimmen. Dan kan ik de schoenen van de kindjes stelen en dan zet ik mijn schoentjes daar neer. En dan heb ik extra veel... Ik bedoel natuurlijk niet het stelen van de schoentjes van de kinderen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik wil natuurlijk de pepernoten gaan delen samen met al die lieve kinderen. Dat bedoel ik. Oké. Nou, we gaan maar eens even naar Sinterklaas toe. Ja. Ik moet dat boek van Sinterklaas te pakken krijgen. Dan weet ik precies welke schoentjes er gevuld gaan worden vanavond. En dan doe ik de schoentjes van de kinderen omwisselen met mijn schoentjes.
En dan heb ik extra veel pepernoten. Sinterklaas, voordat we het boek samen gaan doornemen en zo, zou ik dan misschien mijn video aan mogen zetten? Want ik maak namelijk vlogs voor de kinderen, zodat ze die op mijn YouTube-kanaal kunnen kijken. Ja, leuk! Ja, echt? Okay. Ja, maar ik ga ze aan het einde allemaal wel bekijken, hoor. Maar... Ja, dat moet ik ook zeker doen. Ja, maar ja, zet maar aan. Ja, ik zet hem aan. Kids! Oh, hallo. Hallo. Ja, we moeten naar Sanne vanavond, want die is enorm lief geweest. Oh, ja, maar Sinterklaas, Freek en Mohammed zijn ook heel erg lief geweest, ja, hoor. Ja, Freek en Mohammed en David en Brechtje. Niet te vergeten. En ik heb ook het schoenenvulprogramma voor vannacht in het boek staan. En daarin kan ik zien dat we vanavond schoenen gaan vullen bij Jasper in Eindhoven. Hè? En ook naar Harold en Brit in Goes. Ja, dat is goed. En we moeten ook naar meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikers. In de Julianatoren. En, wat gezellig. Ja, naar Teun en Suzanne in Amsterdam. En ach, kijk nou eens. Hallo. Klaas. Ja, ach, hallo. Jullie waren bezig met de Pietercursus, hè? Ja. Hoe ging dat? Het was een, was een bijzondere les, Sinterklaas. Maar alles gaat goed komen, Sinterklaas. Alles. Alles. Juist, alles. Nou, mooi. Hè? Oh. Kijk, daar is... Kijk, daar, kijk eens. Hé? Maar ik zie helemaal niks, meneer. Nee. Hij zegt. Hé? Ik vond het al een bijzonder en een raar mannetje, hoor. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zal dat zijn? Oh, ik vind het zo spannend. Sinterklaas komt vanavond voor het eerst onze schoentjes vullen. Als we lief zijn geweest, tenminste. Oh, ik heb zo'n zin in die lekkere pepernoten. Maar meneer Kaasschaaf, we zijn toch heel erg lief geweest? We hebben dit jaar weer zoveel kindjes blij gemaakt hier op de Julianatoren. Misschien krijgen we wel een klein schoencadeautje. Oh ja. Ja, dat is zo. Nou, laten we dan extra hard gaan zingen voor Sinterklaas en de Pieten. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Ja, hey, maar zullen we dan alvast het avond door gaan nemen, Sinterklaas? Nou, vind ik een heel goed idee. Ja, het is wel donker buiten namelijk. Ja. Zeg, waar is mijn grote boek? Dat lag toch hier? Hè? Ja, maar hij lag echt zeker weten hier, hoor, Sinterklaas. Ja. Hij lag er net nog. Oh, nee. Dit is een heel groot probleem. Ja, maar dit is echt een heel erg groot probleem. Hoe weten we nou welke schoentjes we bij welke kinderen op welke avond moeten gaan vullen? En een megazinspectakel en een megazinshow. Dat staat ook allemaal in het boek. Ja. Hij kan toch niet weggelopen zijn? Weggelopen? Nee, Patrick Pablo. Het grote boek heeft geen pootjes. We moeten hem gaan zoeken, hoor. Hij lag net nog hier. Hij moet ergens hier in deze kamer zijn. We moeten hem gaan zoeken. We kunnen hem echt nergens vinden, Sinterklaas. Hij is gewoon weg. Ja, daar ben ik ook bang voor, Piet Pablo. Ik snap er niks van. Hoe kan dat nou? Hij lacht ook echt hier. Ja, hier. Ja, maar dan hebben we wel een probleem. Ja. Want dan ben ik bang dat we zonder het grote boek en dus de schema's... waar we alle schoentjes mee laten vullen en met cadeautjes en pepernoten... Ja. Dan ben ik bang dat we niet de daken vanavond op kunnen. Maar Sinterklaas, dat kan toch niet? Ja, het is toch echt zo. In het grote boek, daar stond het schoentjesvulschema. Ja. En zonder dat schema weten we gewoon niet naar wie we toe moeten. Ja. Wat ze in de schoen krijgen, hoeveel pepernoten erbij moeten. Ja, ik ben bang dat we dit jaar, dat de kinderen in Nederland en Vlaanderen... geen schoencadeautjes in de schoen zullen krijgen. Maar
Ik word hier heel erg verdrietig van, Sinterklaasje. Ja, Pater Piet Pablo, ik vind het ook niet leuk, hè? Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Wil jij even Bibi de Bij, onze grote vriendin, opbellen en zeggen dat die pepernoten met honing niet gebakken hoeven te worden? Want ja, we weten echt niet waar ze naartoe moeten. Ja. Hallo, hallo Bibi. Hoe is het met je? Niet zo goed, Bibi. Het boek van Sinterklaas is weg. En nu kunnen we de daken niet op. En nu kunnen we geen cadeautjes brengen en geen schoentjes brengen. Nu kunnen we helemaal niks. Dat meen je niet. En nu? Nu kan ik dus geen schoentjes vullen. En er is ook geen pepernoot in de schoentjes doen. Dus nu kun je eigenlijk stoppen met bakken van die lekkere pepernoten met lekkere honingsmaak. Want het is... We kunnen het nergens in geen schoentje doen. Oké. Ja, dat is enorm jammer. Ik word er ook een beetje verdrietig van. Want ze waren enorm lekker. Maar ik snap het. Oké, nou, ga maar lekker slapen, Porte Piet Pablo. Oké, dag Bibi. Dag Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koe krijgt, wie de gaart. Vol verwachting klopt ons hart. Wie de koe krijgt, wie de gaart. Zo, nou, als dat niet hard genoeg is, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga mijn schoentje zetten. Ah, de schoentjes. Zo, dan zal ik mijn schoentjes verwisselen met de schoentjes van meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin. En dan krijg ik extra veel pepernoten. Ik ga me nu verstoppen. Zo. Ja. Ik denk dat het hier is. Ja, dat is het beste. Zo. Nu maar wachten op Sinterklaas en zijn Pieter. Ja. In het boek stond toch echt dat ze vandaag de schoentjes kwamen vullen. Er moet iets misgegaan zijn. Weet je wat? Ik ga zaterdag gewoon weer mijn schoentjes wegzetten. En die verwisselen met de schoenen van mevrouw Suikerspin en meneer Kaasgraaf. Ja. Het is toch niet zo leuk wakker worden zo. Normaal gaan we met alle Pieten de daken op om kinderen blij te maken in Nederland en Vlaanderen. En nu dit. Eigenlijk moet ik gewoon iets verzinnen om te weten welke schoentjes we moeten gaan vullen. Wacht eens even. Meneer Kaasgraaf. Meneer Kaasgraaf weet altijd allemaal oplossingen. Ik moet naar meneer Kaasgraaf. Oh, ik vind het zo spannend. Hoeveel pepernoten zouden erin zitten? Oh, maak het nou open, meneer Kaasgraaf. Nou, ik zie helemaal niks. Hoe kan dat nou? Hè? Maar er zit helemaal niets in. Niet één pepernoot. Maar ik herken deze schoenen ook helemaal niet. Nee, maar dit zijn ook helemaal niet onze schoenen. Nou, wat zullen we nou krijgen? Maar waar is mijn schoentje dan? En van wie zijn deze schoenen? Oh, nou, dit is zeker niet mijn schoen. Oh,
Er staat iemand aan de poort. Laten we gaan kijken. Ja. Party Piet Pablo? Wat doe jij hier nou al? Oh, meneer Kaasgraaf, het is een echt. Ja, hallo mevrouw Suikerskind, hallo meneer Kaasgraaf. Wat super tof om jullie weer te zien. Luister goed, ik heb jullie hulp heel erg hard nodig. We hebben een heel erg groot probleem. Een groot probleem? Ja. Nou, kom snel verder en vertel ons erover. Ja. Dus toen was het boek weg, hè? Waarschijnlijk gestolen door de ene meneer van Driel. En daarin staat precies waar de schoentjes staan, op welk adres, bij welk kind. Ja, en nu hebben we dus niks meer. Dus ik dacht, meneer Kaasgraaf, u bent pretparkdirecteur. Misschien heeft u wel alle adressen van alle kindjes in Nederland en in Vlaanderen. Ja, dat heb ik zeker. Maar toch willen wij eerst nog iets heel verdachts met jou delen. Dat klopt, ja? Meneer Kaasgraaf. Toen wij vanochtend wakker werden, stond er een andere schoen en onze schoentjes waren weg. Misschien heeft dat iets te maken met het verdwijnen van het grote boek. Dat zou maar eens kunnen, ja. Die meneer van Driel, die versprak zich laatst, hè. Hij zei toen dat hij de schoentjes om ging wisselen om zo extra veel pepernoten te krijgen. Ja, echt waar. Maar dat is het. Hij volgt de planning van het boek en dan zet hij zijn schoentje neer zodat hij extra veel pepernoten krijgt. Dat zou het zijn, ja. Oh, wat een gemeenerik zeg. Nou jongens, we moeten dit oplossen. Ja, dat moeten we zeker. En ik heb al een plannetje bedacht. Wat is je plan, meneer Kaasgraaf? Nou, ik weet altijd precies wanneer jullie komen om onze schoentjes te vullen. Als die meneer van Driel de planning en het boek aanhoudt, dan is hij hier aankomende zaterdag. Zodra hij dan zijn schoentje probeert te verwisselen, dan vangen we hem en dan hebben we hem en het grote boek terug. Wat een geniaal idee! En dan hebben we het boek en dan gaan we 's nachts de dak op om alle schoentjes te vullen voor alle kinderen. Wat een goed idee! Ja. Maar hoe gaan we hem dan vangen? Nou, we verstoppen ons hier in de Julianatoren als het donker wordt. En als Pablo dan die meneer van Driel herkent, dan vangen we hem met een heel groot touw. Ja, en als we walkie-talkies, breekie-breekie, hebben we met elkaar contact zo waar hij zich in het park bevindt. En zo gaan we het doen. Ja. Eens kijken, het is vandaag zaterdag. En vandaag ga ik een nieuwe poging doen om de schoentjes van mevrouw Suikerspin en meneer Kaasgraaf te verwisselen met mijn schoentjes, zodat ik die pepernoten krijg. Wat moet ik allemaal meenemen? 2 schoentjes. En natuurlijk mijn jas, want het is heel erg koud. Ah, en natuurlijk het grote boek van Sinterklaas moet ik niet vergeten. Want die is heel erg belangrijk voor mij. Want hier staat alles in. En zo krijg ik alle pepernoten. Op naar de lekkere pepernoten. Op naar de Julianatoren. Oké, luister goed. We zetten ons schoentje op exact dezelfde plek als normaal, oké? Okay? In het theater. Ja. Mevrouw Suikerspin. Ja. U verstopt zich op de parkeerplaats in de struiken. Oké. Okay. Als meneer van Drie langs loopt, geef je een seintje via de porto, oké? Okay? Zo, via de porto. Ja, hoor ik gewoon, oké? Okay? Meneer Kaasgraaf, ja. U verstopt je hier bij de carousel in het pretpark, ja? Als hij voorbij loopt, geef je ook een seintje. Ja, oké. Okay. Ik ga naar het theater. Ik verstop me bij het schoentje met mijn touw, oké? Okay? Ja? Zijn we er klaar voor? We gaan dit doen. We zijn er klaar voor. Ja, we gaan die slechterik pakken. Dit gaat ons lukken. Let's go! Suikerspin, hoor je me? Over. Ik hoor je luid en duidelijk, Party Piet Pablo. Over. Meneer Kaasgraaf. Hoort u me ook? Over. Jazeker. Ik kan je perfect horen. Over. Zit u klaar op uw positie? Over. Ik zit klaar op mijn positie, Party Piet Pablo. En zodra ik iets verdacht zie, geef ik het meteen aan jullie door. Over. Ik zit ook klaar hier bij de carousel. En zodra ik die meneer van Driel zie en hij naar het theater loopt, dan geef ik het meteen door. Over. Oké, over en uit. Oké, mevrouw Suikerspin, goed opletten. Kijk links, kijk rechts. Och jongens, ik vind het zo spannend. Jongens, ik zie iets verdachts. Over. Oké, hoe ziet het er goed uit? Over. Het is een man en hij heeft een zwarte jas aan met daaronder een oranje jasje
En hij heeft twee schoenen bij zich. Over. Ja, dat moet nu zijn. Hou hem in het vizier, oké? Over. Oké, doe ik. Hij loopt nu richting de toren. Meneer Kaasgraaf, hij komt uw kant op. Hij loopt richting de carousel. Over. Oké, ik zie nog niks. Over. Oh, wacht. Ja, ik heb hem in beeld. Het is een man met een zwarte jas en daaronder een oranje jasje. En hij heeft twee schoenen in zijn hand. Over. Super. Wat vind je precies dan? Over. Hij loopt nu voorbij. Over. Huh? Oh, wacht. Hij klimt nu het dak op. Maar dat gaat niet bepaald soepel. Over. Dat moet hem zijn. Hij was bij de oefeningen ook heel erg onhandig. Dus dat moet hem zijn. We gaan het pakken. Over. Oké, nou, hij is nu boven. Dus hij komt nu jouw kant op, Partypiet Pablo. Over. Helemaal super. Ik ga hem hier op. Over en uit. Zo. Dan hoop ik dat het nu wel gaat lukken. Zet ik mijn schoenen weg. Die van mevrouw Kaas. Of van meneer Kaasgraaf en mevrouw Kaas. Zo, nu heb ik jou. Wat is dit dan? Oh, je hebt hem gevangen. Ja. En ga jij nou maar eens even haarfijn uitleggen wat jij met onze schoentjes doet en waarom jij in deze kamer bent, terwijl jij hier helemaal niet mag zijn. Ja, leg maar eens even uit, meneer. Nou, ik heb jullie schoenen verwisseld met mijn schoentjes omdat ik gewoon heel graag pepernoten wilde krijgen. Heel veel pepernoten, omdat ik die lekker vind. Dat mag je eens even aan Sinterklaas gaan vertellen, meneer. Zeg eerst even sorry tegen mevrouw Suikerspin en tegen meneer Kaasgraaf. Nu even sorry zeggen. Kom, hup. Sorry, mevrouw Suikerspin. Ja, en... Sorry, meneer Kaasgraaf. Nou, als Sinterklaas het je vergeeft, dan vergeven wij het je ook. En zo is het. Nou, dan ga je even naar het Pieterhuis, meneer. Even sorry zeggen en even het een en ander uitleggen aan Sinterklaas. Dank u wel voor jullie hulp. Okay? Graag gedaan. Dag, hè. Dag. Dag, Party Piet. Nee, dus ik zeg nog tegen hem. Zeg, binnen. Sinterklaas. Ja? Ik heb hem gevangen. Ach. Dit is hem. Het is dus toch meneer Van Driel. Mm-hmm. Nou, kom dan maar eens even zitten, zeg. Ja. Mm-hmm. Vind ik nou zo jammer, hè? In je brieven was je zo correct. Jammer, jammer, jammer. Dus vertel maar eens even, waarom heb jij mijn grote boek meegenomen? Nou, ik wilde gewoon wat meer pepernoten hebben en daarom wilde ik op de daken leren klimmen en dan zo de schoentjes van de kinderen stelen en dat ik mijn schoentjes daar weg kon zetten en dan had ik extra veel pepernoten. Juist. Dat is dus de reden. Ja. Maar dat is toch niet eerlijk tegenover al die andere kinderen, hè? Nee. Ja. Wat moeten we er nu mee, hè? Sorry. Volgens mij heb ik dat niet helemaal goed gehoord. Kun je dat even herhalen? En iets harder graag. Sorry. Nou, Pieter. Hij zei sorry. Hij zei wel sorry. Ja, ja. En hoe belangrijk het ook is om sorry te zeggen nadat je iets stout hebt gedaan. Ik vind het wel een beetje makkelijk natuurlijk, hè. Daarom heb ik een idee. Als jij nou eens de Pieter gaat helpen met het rondbrengen van de schoencadeautjes en de pepernoten. Nou, dan lijkt het mij dat het vergeven en vergeten is. Pieter, wat vinden jullie? Nou, ik vind het een supergoed idee. Ja, ik vind het ook echt een heel erg goed idee, Sinterklaas. Want we moeten enorm veel schoentjes gaan vullen. En we kunnen de hulp van meneer Van Driel echt wel heel erg goed gebruiken. Ja, top. Kunnen we eindelijk alle kinderen blij gaan maken? Ja, nou. Tenminste, meneer Van Driel, ben jij daarmee akkoord? Ja, natuurlijk, Sinterklaas. Nou, dat is dan mooi. Ja, dan gaan we aan de slag, want we hebben nog heel erg veel te doen. We gaan de daken op! Yes, 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 kom, kom, kom! Joepie! Zachtjes gaan we op de daken, met alle pakjes die zijn gescoord. Niemand heeft iets in de gaten, er is niemand die ons hoort. En we sluipen dan naar binnen, doen de pakjes in jouw schoen. Lees er al jouw mooie zinnen, we weten wat we doen. Jij past altijd in ons.
ons piep, 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 Pietenhart. Jij wacht elk jaar met piep, 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 Pietensmart. Ja, mooie tekeningen maken ons piep, 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 Pieten blij. Pieten speciaal voor jou. En jij bent er speciaal voor mij. Past in ons piep, piep, Pietenhart. 'S Nachts loop ik over daken, 's nachts loop ik over straat. Kom ik een woonkamer binnen, weet ik dat daar jouw schoentje staat. En wat daar dan in zit, dat noemen wij geluk. Ja, mijn avond, ja, mijn avond. Lieve kinderen, het is allemaal toch nog goed te komen. Ik wens jullie allemaal een enorme fijne pakjesavond. Ik hoop dat jullie enorme grote cadeaus krijgen, maar ook kleine cadeaus en ook heel veel lekkere pepernoten. Maak er een hele leuke avond of ochtend van. En ik zie jullie graag weer volgend jaar of dit jaar bij de Mega Sint Show. Allemaal de groetjes van mij, Pauwtipi Pablo. Dag! Altijd in ons piep, 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 Pietenhart. Jij wacht elk jaar en piep, 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 Pietensmart. Ja, mooie tekeningen maken ons piep, 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 Pieten blij. Pieten speciaal voor jou. En jij bent er speciaal voor mij. Iedereen past in. Past in ons piep, 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 Pietenhart.